weer niet. Je ruikt het ook. Je ruikt gewoon naar het vuurwerk. Heerlijk. Ja mensen, dit kan ook alleen maar even gaan. Kijk, ik sta nu achter de zaak. Ik ben er gewoon langs afgelopen. Je kan de rails in principe gewoon aanraken. Dit ding is echt gigantisch. No coaster is too fast for him. No freefall is too high for him. No joyride is too intense for him. This is him. Ruben Koot, the white specialist. Vrienden, welkom weer bij een nieuwe video hier bij Extreme Rides. We gaan vandaag weer kermis bezoeken en niet zomaar een kermis in Troyes. Of hoe de Fransen zeggen, Troyes. Heeft niets te maken met Troy in Toverland, met de mythe Troy. Dat is Troje, dat was in Griekenland. Dit is gewoon een plaatsnaam in Frankrijk. Dichtstbijzijnde pretpark hier in de buurt is Nicoland, misschien wel bekend. Dat ligt dus vlakbij Troy. Troyes. Waarom zijn we hier? Hier zijn we voor de Spider. Een nieuwe attractie op de kermis, eentje van gebouwd. Vorig jaar heeft hij in Cap d'Agde gestaan, dat is in Zuid-Frankrijk. Maar hij is nu helemaal naar het noorden gereden, dus ik wil hem graag even doen. Ik weet niet precies waar hij staat op de kermistrein. Dat gaan we zo wel zien, maar we beginnen gewoon vooraan hier bij de eerste kraampjes. Oh, wat leuk, we zijn gewoon weer thuis. Een oud-Hollandse gebakkraam met oud-Hollandse klederdracht. Grappig. En top weg. Hoi. In Calais had ik het ook wel laten zien, maar op iedere Franse kermis is het. Je kunt met één keer vissen winnen. Dat is ook wel bijzonder, in plaats van matten zoals ze dat in Nederland doen, leggen ze die rubberen matten eroverheen. Of ja, banden van die rijsporen, zeg maar. Assorteren ze gewoon die kabels hier vast. Nu staat die kermis wel praktisch hier een maand. 4 weken staan ze hier. Dus ja, dat is wel de moeite om het even steviger vast te zetten dan met een paar rubberen matten zoals bij ons in Nederland. Want dan staat de kermis meestal maar 1 weekend. Die we daar tegenkomen is een piratenbootje met kooi erop. De laatste tijd vaker laten zien. Maar deze dingen worden ook al van meer en meer gebouwd. Want ook dit is een gloednieuwe schoolboot. Ze zijn heel erg populair. Ik weet niet of ze ooit nog eens een keer door de tug gaan komen. Ik denk het niet. Maar naar buitenland, en dan bedoel ik mee buiten Nederland en Duitsland, worden ze alsmaar meer en meer verkocht. Je ziet ze bijvoorbeeld ook in Spanje en in Italië. Maar ja, Nederland en Duitsland zijn natuurlijk de strengste in Europa. Ja, ik weet het niet jongens. Ik vind het fantastisch. Voor mij moet het gewoon kunnen. Je ziet dat het gaat gewoon allemaal goed. Ja, waarom zou het niet in Nederland kunnen? Ja, dames en heren, wie kent hem nog? De Coco Bongo van Stroeken. Nee, dat was deze niet. Dat is waar, dit is weer een namaak van een namaak. Want die Coco Bongo van Stroeken was weer een namaak van de Big Bang Boo van de Duitser. Maar ze hebben verlengd met dit apparaat ervoor. Ja, wat is dit? Dit is eigenlijk een soort klimrek. Wat als Funhouse dient. Weet je dat Donkey Kong wat we hadden in Nederland? En die hebben ze aan elkaar gekoppeld met een Coco Bongo. En hoe bedoel ik aan elkaar gekoppeld? Nou, ze hebben voorlangs een trampolietje neergezet, zie ik, van het hoofd van Bart Smit. Kijk, daar kun je gewoon overheen. En dan lopen we hier zo op, de volgende zaak op. En dan loop je zo de Coco Bongo in. Oh, 18 plus content. Oh. Je hebt schiettenten, dames en heren. Hey, je hebt schiettenten. Dit zijn schiettenten. Airsoft-wapens, allemaal verschillende. En dan kun je dan schieten hier. Maar zie, je kunt ze ook allemaal winnen, die airsoft-wapens. In Nederland, hartstikke verboden. Sterker nog. In Nederland hebben exploitanten gehad die met die kleine handwapentjes dat geprobeerd hebben tot de kermis. Is aangehouden geweest. En die zaak die loopt nog steeds. Want het OM in Nederland, ja, jullie weten mijn mening over het OM. Kinderachtige mensen. Ja, we mogen ook niet steppen, hè, in Nederland. Overal in Europa heb je elektrische steppen. In Nederland niet, dat is gevaarlijk. Overal in Europa kan dat. En dat betekent dat overal in Europa heb je airsoft op de kermis. En zelfs met luchtbussen kan je hier schieten. Automatische, ja, semi-automatische wapens. Kan gewoon, maar in Nederland kan dat allemaal weer niet. En doordat het een straf staat tegen de wedstrijd van Frans, ja, gewoon triest, triest dat je zo'n leven van een ondernemer kapot kan maken. Dan ben je echt gewoon treurig. Treurig volk hebben we het. Aparte zaak, hier lopen we meteen naar de eerste etage waar dus een glazen doof hebt. En nu gaan we door naar de volgende etage en hier is een Funhouse. Het is druk op de kermis, hele opstopping. We kunnen wel even over de kermis heen kijken. En
samen met een spider. Hij staat dus middenop, komen dadelijk. Graviton hiervoor. Naar de shake-off. Freeness komen dadelijk even. Ah, mooi hoor, mooie kermis hier. Nou, dat was een goed gestoken glazen doof op het eind. Dat was echt een hele lange. Het is dus een glazen doof, gemixte funhouse. Ik vond het wel een mooie zaak. Ook de decoratie ziet er netjes en mooi uit. Maar funhouses hebben ze hier, op deze keer met het project nog veel meer. Sorry, Droa. Freedance, echt een better. Een kale bedoeling, maar ja, dat komt ook niet vaak in een Luna Park staat. Meer attracties hier in Frankrijk, ja, die niet zo uitgedost zijn qua versiering. Ja, op een Luna Park zijn ze van de dag zijn ze dicht en als ook zijn ze donker. We zagen net op een boven draaien, de Gravity, een Graviton. Echt een schitterend is deze. Mooie kleuren, mooie de naam erbovenop. Helemaal top en vlaggetjes. Ja, ik vind dit echt een hele mooie. Nou ja, parkeert hem ook in één keer heel mooi. Want daar staat direct met de ingang naar voren. Oudere garde weet nog wel de Jumping Jumping van Distel heeft er eentje gehad. Ja, daar lijkt deze ook op. Jumping Jumping was van Huus, maar deze is van Fabric Group. Ja, het is een soort ja, XXL jumper, hoe moet je het omschrijven? Huus heeft ook nog een pretpark model gebouwd, de Claw heet die geloof ik. Die lijkt een beetje hierop. Ja, dit is dan een kermisversie, een transportabele versie. Ja, hij gaat iedere keer omhoog en omlaag. Waardoor je dus ja, een spring effect krijgt, zoals Jumping Jumping vroeger was. Ik heb jullie ondertussen wat beelden laten zien van de Jumping Jumping van Disco. Jullie zien nu de vergelijking. En ik ga hem ook met de Jumping Jumping vergelijken. Maar goed zijn de Jumping Jumping, die ging echt keihard vroeger. Ik heb benieuwd wat deze doet, de rit ziet er normaal niet zo heel extreem uit. Maar we gaan gewoon instappen, we gaan gewoon meemaken, we gaan beleven. Wat deze wel doet, is natuurlijk helemaal naar beneden hangen. Dat je de grond ziet en dat deed de Jumping Jumping natuurlijk niet. Dus dat je gewoon in een soort ja, UFO zat je. Maar het ziet er wel leuk uit.
vooruit en naar boven van dat ding. Hoppa! Ja, dit is wel leuk. Zeker omdat je er niet in kijkt. Maar als ik moet kiezen tussen jumping of deze, ga ik toch voor jumping. Dat is sterk rijdt. Hij zit hier wel vrijer in. Wordt helemaal de beugel in geduwd hoor. Ja. Ja, dat was het eerste stukje airtime wat ik voelde. Maar de rest is je helemaal geen airtime dan ik. Ook bij springen. Nee. Je moet niet verwachten dat dit echt een jumper is. Zoals de smashing jump. Het is gewoon een beetje snel omhoog en omlaag. Maar het is dus een unieke attractie. Eentje van gebouwd prototype van Fabri. Alright, finale. Laatste keer. Hoppa. Ja, die finale moet ik zeggen, nu dat hij gewoon alle motoren vol. Laat lopen, gaat zo lekker door hoor. Ja, waar kan ik mee vergelijken? Ja, met de jump and jump met een andere attractie die nu nog rijdt? Nee, dat is wel niet lekker in deze. De Spider van Fouten hier in Troyes in Frankrijk. We gaan door naar de volgende attractie, mensen. Misschien wel de mooiste pijnkurve die er rondrijdt. Hebben ze achtbaan jarenlang in het bezit, waarom moderniseer je dat niet gewoon even? Gewoon even een automatische rem erop. Nu is het niet zo heel erg als die man niet remt. Maar je komt met de behoorlijke loopbaan op de volgende treintje terecht. En dan klapt je helemaal naar voren. Er zit geen riem in of iets. Dus dat is, ja, je gaat er niet dood aan, maar je kan er best wel gewond door raken. En dan komen oude bekenden tegen. Hartstikke fout. Dit is geen oude bekende. Want onze New York, die is verkocht. En dit is de Franse New York. Hij lijkt er wel op. Hij is praktisch 1-op-1 als onze oude New York. Maar dit is toch een andere New York. Ik zei net bij die andere schieten dat ik hier met shotguns ga schieten. Ja, inderdaad. Nou, gaan we dat gaan we doen. Ja, hey. Nee. Je ruikt het ook, je ruikt gewoon naar het vuurwerk, heerlijk. Oh, dat moet je ruiken, of niet? En nogmaals mensen, in Nederland, met een balkenpistool, hè, een hele rechtszaak. En hier kan het gewoon. Ja, lachen joh, weer, lachen. Dan komen we bij het kopje, bijzondere kermiszaken. Ik weet niet hoe deze zaak heet, Happy Sky, staat op de kassa. Het zijn helikoptertjes die rondvliegen. Ja, ik vind het een bijzondere zaak. Het is eigenlijk gewoon een buggybaan, maar dan op zijn kanten. Dan ga je omhoog. Ik denk dat het voor kinderen echt wel een leuke ervaring is dit. Dan lopen we langs de toboggan glijbaan. En achter mij staat de shake-off. Thank you.
keer, Rad. Oh, ga over de 800. Ja, gewoon. Ben ik blij mee, hoor. We gaan verder met serieus werk, want die flauwe kul waar jij mee bezig houdt. Dit is het tweedubbele Funhouse. Ja, Showbiz dat het een Funhouse. En Jay Fowl, als ik goed uitspreek, is het tweede Funhouse. Ook aan elkaar gekoppeld als één low Funhouse hier. We zijn namelijk in Troyes gekke Funhouses. Ik moet zeggen, die Showbiz aan zich is echt gewoon een hele mooie zaak. Ik heb hem hier al eens een keer gezien in Troyes. Ik heb hem ook een keer tegengekomen in het zuiden van Frankrijk. Dan stond hij daar op zo'n Luna Park. En dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld dan die Shake Off die totaal niet is aangekleed, is deze zaak wel echt helemaal af, hoor. Dit is echt een heel mooi funhouse. Ik moet zeggen, het thema spreekt me ook wel aan. Dan staat er een kleine zaak tussen met VR-brillen. Een soort ei waar je in kunt zitten. En dan krijg je een bril op en dan kan je een filmpje zien. Dan vinden we een keer tussendoor een klein glazen doolhofje, Isper. GeForce is de volgende zaak die wij zien. Van de slingshots. Zoals we die vaker zien in Nederland, hebben we er ook eentje, Airbase Bungee. We zijn hier gek op Hollanders. Ja, ik ook. Ik ben gek op mezelf. Ook in Nederlandse tent dit. Dat was in het begin van de kermis. Een mooie ouderwetse orgel erin. En zo gaan we door naar de volgende straat. Ja, we dachten even te gaan eten. Maar dit is de wachtrij. Niet voor een attractie, nee. Om te eten binnen. Dit is een eetzaak hier. Dus we slaan het eten nog heel even over. En dan komen we de volgende zaak tegen. Tourbillon, als ik het goed uitspreek. Het lijkt op een muziekexpress qua gondels. De laatste keer dat ik hier was, stond er ook zo'n snelheidsmolen, alleen met een clown in het midden. Ik zal wat beelden daarvan laten zien. Het lijkt erop dat dit een nieuwe zaak is. En het lijkt er ook op dat die nog niet helemaal klaar is. Ja, ik ken eigenlijk alleen maar de Belgische variant. Ik dacht dat die uniek was, maar blijkbaar zijn er meerdere van deze gebouwd, de babypommen. Wat ook bijzonder is, is dat er maar één autoscooter staat op deze kermis. Vaak op grote kermissen zie je meerdere autoscooters, maar dat is hier niet het geval. Wel meerdere funhouses, zoals gezegd. Ik kwam dadelijk ook nog een grotere tegen. Je ziet trouwens hiervoor ook hekken staan, zie je meer in Frankrijk. Dat is om het hangjeugd tegen te houden en weg te houden. Daarom hangt er ook niet zoveel jeugd nu bij deze autoscooter, omdat ze niet kunnen hangen. Maar de scooterbaan zit ook niet helemaal vol. Vier wagentjes na zit die vol. Tommy gaat dadelijk wel instappen, maar de gondel wordt afgesloten met een borgpen bovenop. De medewerker die sluit hem volledig af, zodat je verrendeld zit, maar je gaat recht omhoog in die toren. Als je daar vast komt te zitten, ja, ik heb een beetje eng te vrezen, geloven ze wie? Ik hou er niet van. Ik heb een aparte video op mijn kanaal staan, levensgevaarlijk achtbaan. Je kunt het bekijken, dat is een aantal jaar geleden. Maar ik sla me nou fijn over. Ja mensen, dit kan ook alleen maar even gaan. Kijk, je staat nu achter de zaak. Je bent er gewoon langs afgelopen. Je kan de rails in principe gewoon aanraken. Niet dat een of andere machtklapper dat zou doen. Maar in Nederland moet het helemaal afgezet worden. Laat staan in Duitsland. Er zouden hekken omheen moeten komen van 6 meter. Om even aan te geven hoe gemakkelijk ze hier in Frankrijk zijn. Maar ik hou ervan. Ik moet eerlijk toegeven. Ja, welke machtklapper gaat die de rails raken? Iemand toch? Naast de toppenkant staat de turbine. Deze reist niet meer in België, want hij reist tegenwoordig in Frankrijk onder
Pauser. Hij heeft wel de naambord veranderd, maar verder heeft hij nog een hoop werk aan dat ding. Het is veel verlichting wat niet werkt. Kassa is nog van de boomerang. Maar ja, dat zal wel goed komen naarmate de tijd verstrijkt. Zullen ze alsmaar meer en meer aan deze machine gaan doen, dan zal hij alsmaar mooier en mooier gaan worden. En sinds dat hij in Frankrijk reist, is hij ook hoger geworden. 70 meter maar liefst. En dan zien we wederom weer een glijbaan met de naam Slalom. En daarnaast staat een spookhuis. Train Fantome, maar dat is een Frans. We gaan het even doen. Het is precies hetzelfde spookhuis als de Molengraaf had, die nu in Drouwende Zand staat. Van één etage spookhuis. We zijn wederom weer helemaal boven aangekomen, maar volgens mij binnen
niet eens halverwege mensen. Wat een groot ding is dit, hé. Hij is net zo groot als Showbiz, tenminste wat achter mij staat. Maar bijzonder aan dit huis is dat ze hiervoor ook nog eigenlijk hetzelfde hebben staan als achter mij. Alleen dan niet containers gesloten, maar open. En daarin hebben ze dus al die glijbanen en touwen ophangen en zo. Dus hij is eigenlijk Showbiz maal 2 en dan heb je beneden vooraan nog een voorbouw met allemaal water. Dit ding is echt gigantisch. Maar we gaan van de tweede glijbaan naar beneden, want ik ben aan de beurt. Dit is wel Fun Astro hoor. Die voetstappen die bewegen ook nog. Het zijn hele grote stappen die je moet maken. Ja, die hebben we gewoon op de voet. Jeetje. Ja, het is wel een goed dingetje. Hij begrijpt niet dat de knop daar zit om uit te trappen. Hij gaat gewoon dwars heen. Lekker hoor, ja, daar moet je ook klikken en dan erheen stappen. Nou, ik ben er eindelijk heen, maar dit ding is echt zo de grootste fun uit wat ik ooit gedaan heb. Er zit ook unieke elementen in, unieke booby trap op het einde. Maar ook halverwege een aantal booby traps die je nog niet eerder gezien had. Ja, dat was eigenlijk gewoon te veel op te noemen, jongens. Ik heb jullie wat delen laten zien, maar je een hele onwijs je moet kanaal in de gaten houden. Ik kan het wel apart uploaden. We krijgen in Nederland de police department te zeggen dat het de grootste fun-house is van Europa, van de wereld. In elk geval wel van Nederland, maar het grootste van Europa, dat denk ik niet. Deze is echt 6 etages, dit wat ik net zei. Even kijken in de tellen, 6 etages. En hij is gewoon dubbel gelaagd. Er zijn gewoon 12 etages. Niet normaal ding, maar ja, ik denk de grootste fun-house van Europa, van de wereld. Voor de kleinste is er ook nog een autoscootertje. Een babyflukje. Ja, zeker baby sport. En dat was tot de laatste afbouw van de kermis. Een Big Appletje. Ik denk de meest verkochte afbouw ter wereld, vind ik. Ja mensen, we zijn ook even ingestopt in een mega loop. Mega sus. En wat een heerlijke zaken zijn dit. Qua bouw lijkt het een beetje op een topskent of de soundmachine van de Hoefnagel. Maar het is een hele andere ritmeleving. In Duitsland reist er ook eentje. Dat is de Blackout van Storzer. Exact hetzelfde als deze, alleen andere kleuren. Qua rit is hij een beetje saai hier, moet ik eerlijk bekennen. Er is de show niks bij. Maar hij staat heel mooi opgesteld. We gaan vlak daar langs dat gebouw. En hier onderaan staat een boom. Kijk dat. En hier onderaan zit een boom, daar vliegt er ook vlak overheen. En Ben is gewoon een hele comfortabele rit. Ik zit hier graag en ik kan het uren doen. En wat zeggen we dan? Let's go! Ja, wat ik prettiger vind aan deze machine, in plaats van een topscan of zo, is dat je niet helemaal naar de zijkant gedrukt wordt. Hier zit je gewoon lekker in, hoe je naar voren en achter gedrukt. Betere kracht dan aan de zijkant. Wat wel apart is, hij maakt 2 rondes eigenlijk. Hij draait programma. Programma van 2 minuten en daarna doet hij programma van 1 minuut. We gaan nu naar beneden en start hij dadelijk weer opnieuw. Maar goed, ik ga nog even genieten zonder camera ervan. Dit is trouwens wel apart, hebben ze vaker in Frankrijk. Een soort restaurant hebben ze neergezet. Dit is een menukaart. Allerlei soorten vlees. Veel rundvlees, steak en zo. En ik bestelde een grote bier. Alsof we in Meijer zijn. Dat is een heel groot bier. Nou ja, proost. Hij komt wel op, hoor, daar niet van. Proost mensen. Yummy, yummy, yummy. Nou, ze smaken het eten allemaal. Ja. Dat zou wel gezegd, ik die steengrillen, hadden we meegedaan. Een soort comette dit. Ja. Ja, voor de rest. Nou, we hebben uiteindelijk heerlijk gegeten. Tenminste, ik wel, Tommy niet. De muziek is uitgezet. Ja, ik ook wel.
zitten. Oh, jij ook wel? Oh, Esther ook dus. Ik ga nog één keer spijtig doen, maar ik ga voor jullie alvast afscheid nemen. Dus bedankt voor het kijken van deze video. Deel een like als je het leuk vond. En we zien elkaar de volgende keer weer. Ik laat genieten van een rondje van Spijker.